Ja, het is weer tijd voor de battle. Maar dan even net iets anders. We hebben alle twee, drie vragen opgezocht voor elkaar. Heel simpel. Wie de meeste vragen goed heeft, die wint de battle. Ik zou zeggen ladies first. Ja, ja, ik heb leuke kerstsfeer hier trouwens. Vind ik leuk. Ja. Nou ja, ik dacht, je houdt van schaatsen. Elke maandagochtend zit ze heel dag op de laptop te kijken om naar het schaatsen. Ik dacht dus, ik ga een vraag stellen over Sven Kamer. Ja. Ik vind je een beetje thuis in de Olympische Spelen. Nou ja, ben ik wel een beetje thuis, ja. Ja, zeker. Dan vrees ik al dat je het antwoord goed gaat hebben. Hoeveel gouden plakken heeft Sven Kamer all-time op de Olympische Spelen gepakt? All-time, oké, dan ga ik toch even tellen. Begin ik even achter ze voor hoor. In Sochi haalde hij de gouden medaille op de 5 kilometer. En haalde hij een gouden medaille met de 10. Twijfel ik nu echt heel erg over. Ik denk het wel. En dat jaar daarvoor met verschrikkelijke wissel op de 10 kilometer haalde hij ook een op de 5. En haalde hij de... Ja, daarvoor kan niet hè? Ja, via daarvoor. Ja, ja, via daarvoor. 1, 2. Heeft hij in Turijn ook al medaille gehaald? Dat ging ik toch wel echt afvragen hoor. Ik wil nu antwoord. Ik ga voor 4. Dat is niet goed. Niet? Nee, het zijn er 3. Vraag me niet welke, want ik ben niet thuis in schaatsen. Okay, ik heb het ook maar opgezocht. Okay. Jij bent. Okay. Maar goed, het 0-0 dus hè? Mm-hmm. Ja, ik heb het opgeschreven, want ik kan het allemaal niet onthouden. Nee, want dit is namelijk best wel moeilijk hè. En dan ga ik eventjes helemaal met je meevolgen. Noem de top 8 op. Top 8? In de huidige Eredivisiestand. Oeh. Feyenoord 1. Ja. Ajax 2. Ja. PSV 3. Nog wel, doen het trouwens slecht, zeg van mij dan. Slecht, ja. Jurgen Streppel, oud-trainer van Willem 2 op 4. Zijn wel iets minder. Heerenveen, zijn wel een iets mindere doen. Ja. Dan krijgen we AZ. AZ. Goeie ploeg. En nu zit ik even te twijfelen tussen twee clubs. Dat is Vitesse en Utrecht. En dan denk ik dat Vitesse op 6 staat. Mm-hmm. Utrecht staat dan op 7. En dan krijgen we... dan is die laatste is lastig. Omdat die ploeg het nu wat minder doet. Heracles? Je ging supergoed. Tot aan AZ liep het perfect, top 5. Nummer 6 FC Twente at the moment. Oh, die vergat ik met René Haken. 8 staat pas Vitesse. Ja, ja. Nee, dat was slecht. Vergat Twente helemaal. Nee, het maakt niet uit. Het maakt niks uit. Ik dacht dat ze failliet waren. Nee, dat is niet. Shit. 0-0. Ga door. In 2010, waar was toen het WK voor vrouwen? Hockey. 2010, WK voor vrouwen. 2010, 2014 was in Nederland. Begin met een B. Een B? Dan een U. Ja, je gaat het nog niet helemaal opnoemen. Buenos Aires, hoe je dat ook uitspreekt. Argentinië. Precies. Oh, dit was niet de vraag. Nee, die komt nou. Ja? Ik wil van jou weten tussen wie de finale ging en wie dan uiteindelijk 1 en 2 werd. Finale, ik denk 18 is dat sowieso in. Heb ik goed, hè? Dat weet ik niet. Dat moet je zelf beslissen. 2010 ging tussen 18 in Nederland, 18 in won. Lekker. Ja? Dat is knap. 1-0. Knap. 1-0. Oké, volgende vraag voor jou. Ik denk dat deze niet zo erg in jouw categorie ligt. Maar we gaan het toch even proberen. Misschien ben ik wel van alle markten thuis. Ja, dat zou best kunnen, hè? Afgelopen Olympische Spelen, heb je gekeken naar turnen? Nee. Niet gekeken? Nee. Want daar vond historie plaats. Sanne Wevers won een gouden medaille. Die heeft een zus. Op de bank. Die heeft een zus. En daar gaat mijn vraag naartoe. Naar die zus? Ja. Die zus. Ik bedoel die zus, inderdaad. Ja, dat is geen lelijke verschijning. Dat is zeker geen lelijke verschijning. Het begint met een L. En jij weet ook dat ik wel van, nou dat ik op zich best graag naar Ik dacht, dat hou jij wel. Dit hou jij wel. Ja, dit is Lieke. Lieke? Dit is Lieke.
heeft het goed. Het is Lieke. Dit is Lieke Wevers. Lieke staat er. Ja. Lieke Wevers. Ja. Ja, shit. Oké. Okay. Nou, kom op. Nou, dan kom ik bij mijn laatste, vraag. Schreef je over wielrennen? Hij is niet moeilijk, de vraag. Als je van sport houdt, dan moet je hem eigenlijk weten. Ik wil van jou de huidige wereldkampioen weten. Op de weg. Van de mannen. Die zou ik er zo uit moeten knallen. En volgens mij, dat was Peter Sagan. En volgens mij zie je dat nog steeds. Dat klopt. Heb ik dat goed? Groot talent, hè, die man. Die kan alles, hè. Ja, dat is fantastisch. Het is een legend. Fantastische wielrennen. Oké, okay, ja? Maar hey, het staat 2-1. Ja. Kans op gelijkspel. Ja? Als het gelijkspel is. Als je hem fout hebt, heb ik gewonnen. Als je hem goed hebt, dan gaan we naar de finale vraag. Oeh, dat is wel leuk. Dat wordt spannend. Wordt dat een penalty vraag? Ja, zoiets. Maar dan een beetje anders. Maar dan anders. Alles is anders. Ben je klaar voor? Nee, maar ja. Je moet hem goed hebben, hè? Anders ben je oud. En dan staat er 2-1 voor mij. Ik hou ook. Ik hou van druk. Maar ook bij de allround ranglijst. Had jij die schaatsvraag toch moeten weten? Als je wordt allround gebruikt. Jij krijgt een schaatsvraag van mij. Oh, god. Ja. Wie is de snelste man ter wereld op dit moment op schaatsen? En gaat dat dan over welke afstand gaat dat dan? Ja, de snelste man, het gaat over de 500 meter natuurlijk, want dat is de kortste afstand. Dus wie kan het snelst 1 rondje en 100 meter afleggen op deze wereld? Ik zou zeggen, hij doet het in nog geen 34 seconden. Is dat snel? Ja, hij is dat snel. Dat is net iets meer dan een half minuut. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik een scheidhekel heb aan schaatsen en alles wat ermee te maken heeft. Sam, ik wacht op je antwoord. Ik moet het nu weten. Ja. Nou ja, ik weet wel dat er... Uit welk land komt hij? Daar neem ik ook al genoeg mee. Nou ja, ik denk dat het of een Japanner is, of een Chinees, of een Amerikaan, of een Nederlander. Nee, is het echt verkeerd? Nee. Ja, ik weet ook helemaal niks van schaatsen. Pavel Kolesnikov. Wie? Ja, nee, ik heb hem nu 1 keer uitgesprek, doe ik niet nog een keer. Maar Pavel Kolesnikov is de snelste, iets meer dan 33 seconden. Hé. Hey. Het staat 2-1. Gefeliciteerd. Ik ga hem opzoeken, die Palavnikov. Pavel. Hoe? Pavel. Spreek hem nog 1 keer uit. Pavel Kolesnikov.